Het is vrijdag 22 december en dit is de Batavieren podcast. Vandaag behandelen we een verzoek van een trouwe luisteraar, Michiel Visser. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En we gaan het dus dan hebben over het boek De Geopolitiek van het Derde Rijk. Geschreven door Perry Pierik, uitgever historicus. Perry Pierik, vertel kort wat over jezelf voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Ja, hallo Julian. Mijn naam is Perry Pierik. Ik ben historicus en uitgever, directeur-eigenaar van uitgeverij Aspect. En ik hou mij al jaren bezig met geschiedschrijving, vooral van de 20e eeuw, met zwaartepunt op de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En ik heb daarover diverse boeken gepubliceerd. Ja, nou hadden wij u eerder geïnterviewd over uw biografie van Erich Ludendorff. Die is heel goed ontvangen, heb ik begrepen. Daar heeft u een prijs voor gewonnen, die inmiddels ook is uitgegeven. Kunt u daar nog wat over vertellen hoe dat ontvangen is ook? Ja, nou, dat was een leuke, blijde verrassing. Dat is de Sivis Mundi prijs. De grote man achter Sivis Mundi is professor Kouwenberg. En de Sivis Mundi prijs die houdt zich bezig met de problematiek van de moderniteit. Dat is een wat breed begrip. Maar daar valt natuurlijk de 20e eeuw ook binnen. En het kwam op een mooi moment, op het moment dat de Ludendorff biografie verscheen. Maar de prijs was eigenlijk ook nog wat breder van opzet. Die was ook verleend met het oog op het eerder werk en ook op het uitgeefwerk. Dus ja. De boeken van uitgeverij Aspect. Aspect bestaat nu zo'n 22 jaar en heeft ongeveer 2300 titels op de markt gebracht. Waarvan er vrij veel met een historisch, filosofisch of politiek karakter. En dat valt natuurlijk weer binnen het interessegebied van Sivis Mundi. Dus daarvoor is uiteindelijk die... Een oeuvreprijs. Ja. Ook, maar ook een aanmoedigingsprijs. Zo zie ik het wel, ja. 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 Nou, ik heb in dat oeuvre mogen snuffelen. En ik heb het boek De Geopolitiek van het Derde Rijk helemaal doorgelezen. Ik vond het een heel fijn, heel makkelijk boek om te lezen, ondanks de toch wel wat zware kost, wat het inhoudelijk is. Kunt u heel kort vertellen wat dit boek betekent? Ja, ik had wat mij opviel bij de bestudering van het Derde Rijk, is dat er is een belangrijk werk in het verleden verschenen van een Duitse historicus, die heet Eberhard Jekyll. En die meneer Jekyll, dat is nog wel een oude boek, ik heb het nog op mijn opleiding geschiedenis gehad. Dat heette Hitler's Weltanschauung. Het gaat dus over de wereldbeschouwing van Hitler. Waarin hij in feite zei, er zijn twee grote pijlers erin. De ene kant is zijn probleem met de Joden en waar de Holocaust uit voortgekomen is. En zijn andere grote streven was het streven naar Lebensraum. Dus het veroveren van leefgebied waarbij Hitler met name naar Oost-Europa keek. En het gekke was dat er een enorme disbalans was. Er zijn ontzettend veel boeken verschenen over de Holocaust. Maar gek genoeg heel weinig monografieën over de kwestie rond Lebensraum. En die Lebensraumpolitiek die interesseerde mij. Met name ook de grondstoffenbelangstelling voor Hitler. Want wat fascinerend is, Hitler begon aan een oorlog om grondstoffen, maar hij had de grondstoffen niet om de oorlog te voeren. Dat is eigenlijk de paradox van de Tweede Wereldoorlog. En dat gaf mij een belangstelling eigenlijk voor dat Lebensraumvraagstuk. Ja. En omdat dat er niet was, heb ik die taak op me genomen. Ja, u heeft het in het boek over Lebensraum, een zwart gat in de historiografie. Ja, dat is het. U vertelt een anekdote ook dat u naar een archief in Utrecht gaat, meen ik, of een bibliotheek. Ja. En bij het intikken van Lebensraum. Oh ja. Ja, daar komt van alles tevoorschijn. Maar vooral boeken over biologie en over kikkersoort in de Amazone en dat soort zaken. Dat is heel gek. Ik moet wel zeggen, er zijn sindsdien wel een aantal studies verschenen. Ik heb ook in de heruitgave van het boek heb ik die genoemd. Onder andere een goede studie over het zogenaamde Generaalplan Ost. Dat was eigenlijk een heel ambtelijk stuk waarin die Duitsers gewoon eens op papier gezet hebben van wat zijn eigenlijk onze plannen als we alles veroverd hebben.
in dat Oost-Europa. En, maar dat zit natuurlijk, dat boek zit heel erg dicht tegen dat specifieke rapport aan. Laten we zeggen, een monografie in die zin van welke actoren hadden allemaal invloed op die besluitvorming en waar kwamen die ideeën nou vandaan. Ja, dat is toch nog steeds een gat in de historiografie. En ik heb geprobeerd dat te helpen dichten met dit boek. Ja, nee, wat ik ook heel interessant vond van het boek is dat het eigenlijk een hele reeks aan best wel taaie, taboe-achtige onderwerpen. Heel objectief, heel historisch durft te benaderen, zoals het vraagstuk of de bolsjewistische revolutie een joods complot zou zijn. Ja. Dat is dat was voor dat kunnen we nu wat moeilijker voorstellen, maar dat is natuurlijk onzin. Daar is veel over te zeggen. Kijk, in ieder geval voor de nazi's was dat zo. Die zagen dat als een joods-bolsjewistische revolutie. Ja. En voor hen was dat ook ongeveer hetzelfde. Je ziet ook bijvoorbeeld in die Ereignungsmeldungen van de Einsatzgruppen, dus die moordcommando's in Rusland, die maakten allemaal verslagen. Die verslagen zijn bewaard gebleven. Daar wordt ook specifiek elke keer melding van gemaakt. Jude und communist bijvoorbeeld. Ja. Dus voor hen was dat, het was bijna synoniem. En dat had natuurlijk, dat heeft ermee te maken dat men de Joden natuurlijk voor allerlei kwaads toedichtte. Hitler zag natuurlijk in het bolsjewisme een enorm gevaar. Want het bolsjewisme is natuurlijk een internationalistische stroming, wat in feite haak staat op het hele rassendenken waar Hitler Duitsland van uitging. Ja. Het bolsjewisme was inclusief, Nazi-Duitsland is exclusief, zou je kunnen zeggen. Dus die stonden gewoon als twee natuurlijke vijanden tegenover elkaar, hoewel ze ook hele bittere overeenkomsten hadden. Ze waren allebei natuurlijk zeer op de terreur ingesteld. Maar het hielp natuurlijk legitimeren die hele veldtocht voor de levensraam. Want als je natuurlijk vanuit ging dat communisme eigenlijk, want ze zagen wonderlijk genoeg het Russische volk tot op zekere hoogte als slachtoffer ook. De nazi's. Ja. Want er was een zekere sympathie voor die Russische boer. Want dat was eigenlijk net als ze hun eigen boeren verheerlijkten. Als mensen die een soort vulkisch leven hadden. Die leefden met het ritme van de seizoenen. Zaaien en ploegen. En een beetje romantiek. Hè? Wat de Duitsers ook met een soort soldatenboerendom propageerden. Met Richard Walter Daré. Dat was de man die ideeën naar buiten bracht. Het Bauertum als nieuwe vervulling eigenlijk van de Duitse volksopdracht. Zo zagen ze die Russische boer ook een beetje als slachtoffer. En ze hebben dat ook gebruikt als legitimering. Want ze zeiden eigenlijk van ja, eigenlijk was Rusland altijd al van ons. Want die toplaag die er zat, dat waren gewoon Duitse adellijke geslachten die daar waren. En die regeerden een beetje over die Slavische boeren. Daar is een soort nieuwe laag overheen geschoven. En dat zijn de Joden. En die hebben dus eigenlijk in dat communisme een soort kans gezien om, laten we zeggen, hun grotere plan. En dan kom je op met ideeën als de protocollen van Zion. Dus met dat men dacht dat er een soort wereldcomplot was. En dat zijn ideeën die ook omarmd zijn door Hitler, maar die al in het keizerrijk bestonden. Dat soort ideeën worden dan omarmd als legitimatie om in te grijpen. Maar er zit ook een andere kant aan dat hele verhaal. Want er was natuurlijk wel een zekere connotatie tussen de positie die Joden hadden en de kansen die het communisme hen bood. Ja. En daar zul je op doelen van dat natuurlijk moeilijke punten zijn om goed te bestuderen. Er is een interessant boek over verschenen door een Russische schrijfster die in Duitsland woont. Die heet Sonja Margolina. En dat heet Das Ende der Lüge, heet dat boek. En dat is opgedragen aan haar vader. Der Jude und Marxist war, schrijft ze dan voorin als opdracht voor het boek. En daar legt ze in uit dat die Joden hadden natuurlijk geen prettige positie in het tsaristische Rusland. Die zaten eigenlijk opgesloten min of meer
in hun ghetto's van de grote steden. Ja. Ze mochten geen land bezitten. Dus je had heel veel, bijvoorbeeld zo'n stad als Tarnopol, had 120.000 inwoners. Daar waren er gewoon 40.000 Joods van. Dus heel veel van die provinciesteden hadden behoorlijke grote Joodse kernen. Pogroms waren als zo oud als de geschiedenis. Precies, die waren veel ouder nog dan de 20e eeuw. Dat gaat nog veel verder terug. Dus die Joden werden wel als een soort vreemdkörper eigenlijk beschouwd binnen dat tsaristische rijk. En op het moment dat die Russische revolutie uitbreekt, is dat natuurlijk ook een soort natuurlijke vlucht naar voren voor veel Joden, die dan eigenlijk het internationalisme kiezen als antwoord op het nationalistische antisemitisme wat daar had geweest. En in de hoop dat ze daar een iets betere positie in En ze konden dus krijgen. Ze konden zich vrij bewegen, ze konden zich gaan studeren. En het interessante was natuurlijk dat dat schrijven ook trouwens verschillende communistische strategen uit die tijd, dat het Joodse intellect wat in de steden woonde, was natuurlijk bij uitstek geschikt ook om de nieuwe beambten te worden eigenlijk van het communistische systeem. Ja. Want dat was een pure ambtenaarsstaat eigenlijk die opgericht werd. Dus je had ook gewoon intellect nodig. En dat wisten de Duitsers ook al. Want om op Erich Ludendorff nog even terug te komen. Ja. Die commandant was van Ober-Ost. Dus heeft een lange tijd zat hij in Kowel. Had hij dus het commando aan het Oostfront. Van deel van het Oostfront. Toen maakte hij al gebruik van de zionistische bewegingen van de Joden. Omdat dat intellectuelen waren. Ja. En die zei van, nou, jullie krijgen een zekere vrijheid voor het publiceren van jullie krantjes en je toneelstukken en dat soort dingen. Maar dan wil ik van jullie uittreksels hebben van alle periodieken en kranten die uitkomen in de Slavische talen. Want zo kon hij in de gaten houden wat er leefde onder de bevolking. Dus de Joden waren zijn ogen en oren in de gemeenschap daar. Juist vanwege hun intellectuele kwaliteiten. Dus er zitten dus twee kanten aan. Het is onzin om te zeggen dat de Russische revolutie een Joods-Bolsjewistische revolutie was. Maar het klopt wel dat die revolutie natuurlijk bepaald Joods talent een kans gaf. Ja, anderzijds. Trotsky is daar een voorbeeld van eigenlijk. Ja, nee, zeker. Maar anderzijds lees ik ook dat de Joden niet alleen profiteurs van de revolutie waren, maar ook slachtoffers. Zeker. Nou, dat is inderdaad het tweede. Dat is het treurige, dat is al speelbal voor... Uiteindelijk, dat zie je dus ook. Hè. Je ziet bij een hele generatie Joodse intellectuelen uit de 20e eeuw zie je eigenlijk een driedelige bekering. Je ziet dat ze vaak nationalistisch begonnen, dus je probeert aansluiting te vinden met het systeem wat er is. Ja, dat was een beetje eind 19e eeuw dat die fase. Ja, die duurt dan tot eigenlijk einde Eerste Wereldoorlog, zou ik zo inschatten. Bijvoorbeeld, dat zijn types als Walter Rathenau, bijvoorbeeld, die Duitse industrieel, die aanvankelijk die wilde bij de Duitse kurassiers en hij wilde bij de officiersvereniging. En dat was eigenlijk een typische Bismarckiaanse Duitse nationaal ingestelde man met Joodse origine. Ja, er zijn hele ruimtes volgens mij daar naar dat fenomeen ingericht, ook in het Joodse Historisch Museum in Berlijn, geloof ik. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat was een breed gedragen stroming. Ze waren eigenlijk behoorlijk geassimileerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen het vervelende is dat er was altijd een latent religieus antisemitisme dat gevoed wordt na de Eerste Wereldoorlog door dingen als de dolkstootlegende, het hele trauma eigenlijk van Duitsland had bijna die oorlog gewonnen, hè? En het gaat op het nippertje mis. Dus daar moest iemand de schuld van krijgen. En je ziet dus dat op dat moment voor veel Joden een teleurstelling komt. En dan zie je de vlucht eigenlijk naar het internationalisme. En dan zie je dus dat Joden inderdaad zich meer naar het voorlopen van het latere westerse denken ontwikkelen. Maar ook dat Joden in het socialisme en het communisme stappen. He, bijvoorbeeld zo'n Rathenau gaat dan die boeken schrijven als van komende dingen, waar in feite revolutionaire ideeën in staan. En dan gaan de boek schrijven over dat de keizer eigenlijk voorbij is en dat tijdperk moet worden afgesloten. Tot het moment natuurlijk dat je ziet dat communisme, zeker onder Stalin, dus Trotsky was internationalistisch, het trotskisme wilde wereldrevolutie, Stalin speelt veel meer de nationale component. En dan zie je ook dat het antisemitisme weer terugkomt. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat dit idee, er is een soort Joodse republiek ook opgericht in de Sovjet-Unie in die tijd, de Birobidzjan. En dat was dus een eigen soort thuis had dat moeten worden voor de Joden in de Sovjet-Unie. En nou ja, dat experiment mislukt dan ook helemaal. En er komt groeiend wantrouwen. En je weet misschien dat kort voor de dood van Stalin in 1953 stond dat beroemde artsenproces op het programma. En dat was een idee van Stalin om eigenlijk af te rekenen met wat hij meende dat de Joodse vijfde kolonne was binnen het communisme. Dus hij wantrouwde ze
En ja, die zuivering is gelukkig voorkomen eigenlijk door de tijdige dood van Stalin. Maar je zag dus wel dus dat de Joden eigenlijk altijd klem hebben gezeten. Of ze nu kozen voor het nationale alternatief of voor het internationale alternatief. Nou ja, dat is denk ik ook uiteindelijk de bestaansgrond van Israël, als we doorredeneren. Want elke keer als ze geprobeerd hebben aan te passen aan een systeem, werd dat speelbal dan, werd niet een dank afgenomen. Nee. Nee, dat was ontzettend treurig. En er is een andere pilaar waarop dat geopolitieke denken van Hitler berust. En dat is dat, dat noemde u net ook al, dat is dat volkische denken. Ja, dat verheerlijken van het platteland. Ja, nee, dat klopt. Er zit een heel element wat eigenlijk een beetje vergeten is aan dat Derde Rijk. Iedereen kent natuurlijk de meest uitgesproken rassentheorieën wel, van Untermensch en hoe men over de Joden dacht. Maar daar zit een iets gematigder variant eigenlijk voor, maar wat wel heel belangrijk is geweest. En dat is eigenlijk wat men noemt de völkische beweging of de völkische gedachte, die veel meer uitgaat eigenlijk van... kijk, dat communisme is natuurlijk toch een bedacht concept, hè? Van wat is rechtvaardig en zo gaan we het doen. Ja. Terwijl dat völkische probeert de lijn van de natuur aan te houden. Daar komen ook die wandervögel vandaan. Als we maar flink gaan wandelen met z'n allen en door de bergen lopen, krijgen we vanzelf geweldige ideeën en worden we betere mensen. Gezonde geest in een gezond lichaam. Daar komt ook die verheerlijking van de boerenklasse vandaan. Terwijl de Sovjet-Unie die sprak over de longen van de arbeiders als de motoren van de industrie. Zo sprak het Derde Rijk niet. De turbines, ja, noemden ze dat, de turbines van de industrie. Dat deed het Derde Rijk niet. Dat ging toch veel meer uit vanuit de menselijke component. Hè? En vanuit het bloed, letterlijk gezien. Van wie ben je en waar kom je vandaan. En dat völkische speelt daar een rol in. En dat speelt in Duitsland een veel grotere rol nog dan in de andere landen. En dat heeft ermee te maken met het feit dat Duitsland worstelt met zijn afstammingstheorieën. Ja. Duitsland bestond helemaal niet eigenlijk. Als je vraagt in de geschiedenis waar ligt Duitsland? Duitsland heeft nooit op een kaart gestaan. Het was een doorgangsgebied, een typisch doorgangsgebied, die van oost naar west eigenlijk doorkruist werd. Het is ook heel laat ontstaan, hè? 1870, 1871. Ja. Net als Italië. Het is niet voor niks dat dat de landen zijn waar het fascisme en het nationaal socialisme tot stand kwam. Een soort, whiplash eigenlijk. Ja, en het zoeken ook weer naar voorlopers. Hè? Dat is heel grappig eigenlijk hoe Mussolini zich vastgreep aan Romeinse voorbeelden. Maar als je die Nuremberger partijdagen ziet met al die standaarden, dat is toch ook een soort kopie van het Romeinse Rijk. Terwijl ik denk, ja, wat hebben die Romeinen ermee te maken? Ja, zijn eigenlijk de afstammelingen zijn van de aardsvijand. Van de Romeinen. Eigenlijk wel, ja. Maar dat is dus heel interessant. Dat verheerlijk zo ook. Want je ziet dus bijvoorbeeld, maar dat heeft te maken allemaal met minderwaardigheidscomplexen eigenlijk. Ja. Hè? Je ziet bijvoorbeeld dat in Nazi Duitsland aanvankelijk een grote verering is voor Wiedekind. Dus de Saksische opstandeling tegen Karel de Grote. Dus men identificeerde zich met de Saksen. Op het moment dat Hitler in 40 Europa onder de voet loopt, zie je dat dat gaat verschuiven. En dan wordt de vergelijking in één keer gemaakt met Karel de Grote. Dus met de vijand van Wiedekind. Er waren al standbeelden geplaatst van Wiedekind in Duitsland. Die werden weggehaald. En dan krijg je de verheerlijking van Karel de Grote. En Hitler als een opvolger eigenlijk van het grote rijk van Karel de Grote. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk ja, de geschiedenis aanpassen gaandeweg. Hè. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En zo kreeg je ook een Waffen-SS-divisie die nog naar Charlemagne genoemd werd. En hè, zo bouwde men dat uit. En dat völkische denken, dat werd in Duitsland gepropageerd door Paul de Lagarde en Julius Langbeen. Dat zijn de twee grote voorlopers daarvan. En die hadden boeken zoals Der Rembrandt-Deutsche. Ja. En het idee was... Oh, dat had ik over gelezen in de uitgave van Bühne. Dat vond ja, ik wel... Ja, daar stond een stuk van Pieter-Jan van Straten over in. Ja. Ja, dat is een hele grote kenner van deze periode. Dat is heel interessant. Zij hielden zich dus ook bezig met... vonden ze een organische schilder. Die schilderden met de echte tinten nog. Daar krijg je het hele verhaal van de Entarte de Kunst ook. Hè. Bepaalde kunst was dan niet völkisch. Dus als jij de lucht groen schilderde en de zee geel... Ja, dan moest je eigenlijk opgenomen worden in een krankzinnengesticht. Dus zo zag men eigenlijk de kunst. Zo zag men de wereld. De wereld Duitsland werd ook voorgesteld als een... ei wat aan het openbreken was. Hè? Een soort, staat een mooie tekening, een schilderij van in. Bizar. En ja, die völkische denkers die hadden het echt over de wedergeboorte van Duitsland. Dus dat waren enorme
verwachtingen aangeknoopt. En die Langbeen die had ook dat boek geschreven over Rembrandt. Ja, of Paul de Lagarde. Dat durf ik even niet te zeggen uit mijn hoofd. Ik dacht, je geloof dat je gelijk hebt, ja. 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 Twee samen, ze hadden ook Deutsche Schriften. Dat werd een soort tijdschrift werd uitgegeven. Daar is ook veel in gepubliceerd. En dat is dat völkische denken. En dat völkische denken, dat bestond al vanaf, laten we zeggen, 1850. Maar dat speelt op eigenlijk vooral na Versailles of na het uitroepen van de Duitse staat. En dan zie je dat begint te perverteren eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan schuift wat ik noem, en dat noem ik anderen ook zo, hoor, de ariosofie eigenlijk overheen. Dus afhankelijk was het al zo van, wij zijn een volk wat in harmonie met de natuur, de biologie en de natuurwetten probeert te volgen. Dat heeft allerlei enge elementen al. En dan schuift dan overheen van, ja, en wij hebben daar nog een aardische opdracht eigenlijk boven. Ja. Wij zijn niet zomaar natuur, wij zijn ook de ubermens. Dus wij zijn Messias-complex eroverheen. Eigenlijk wel, ja. Smeren. Het is een soort Messias-complex en dat is gekopieerd uit Oostenrijk. Het is ontstaan, dit hele gebeuren, bij een meneer die heette Guido van Liest. Ja, ja. En dat was een zeer populaire schrijver in die tijd. En die bracht eigenlijk het onderzoeken van je anen, hè, dus je voorvaderen. Dat werd heel populair in Duitsland. Alleen dat was nog niet gekoppeld aan Holocaust en dat soort dingen. Maar men was daar wel al mee bezig. Maar dat kun je ook echt als een soort trend zien van die tijd. Dat was de trend uit die tijd. Maar wel specifiek voor dat gebied. Omdat zij weinig traditie en voorlopers hadden. Dus ze waren dwangmatig op zoek naar hun voorouders. De Duitsers hadden ook in de meeste huizen een eigen ahnenzimmer, een eigen ahnenkamertje, waar dan de foto's van de voorouders en de stamboom en het slagzwaard van de slag bij Leipzig tegen Napoleon, dat soort dingen. En dat narratief vormgeven. Want u bent vast wel een keer op bezoek geweest bij de Alternationaal Galerie in Berlijn. Dat wat vroeger de Haus der Kunst was. Ja, nou daar zie je aan de, ik weet niet of er luisteraars geweest zijn, maar de Alternationaal Galerie, dat is ook als museum gemaakt om alle Duitsstalige kunstenaars bij elkaar te brengen. Narratief te... Okay. Haus der Kunst was trouwens een München, wat ik net zeg. Maar je hebt gelijk, daar is inderdaad hard aan gewerkt om die kunst een nationaal karakter ook te geven in die tijd. He, dus je ziet dat ontstaat. En rond die Guido van Liest, dat wat nog relatief onschuldig was. Maar er zitten alle elementen al in. En wat je dan krijgt, is dat er dan ze waren ook met de runekunde bezig. En een soort oude geheime kennis van oude taal die eronder lag. Taal en identiteit zijn verbonden, zoals je weet. En dan zie je ook dat een groep ingewijden komt. Dat noemen ze de Armanen. Een Armanenschaft. En dat waren dan de extra ingewijden. Die mochten weer met Von Liest zelf praten. Die kregen een soort druïdenorde, maar dan eigenlijk in de 19e eeuw. Toch wel heel bijzonder. En dat wordt op een gegeven moment gekopieerd naar Duitsland. Omdat in Duitsland natuurlijk dezelfde behoeftes waren. En nadat het in Oostenrijk al geperverteerd was onder de Guido... onder Jurglans van Liebeveld. Ja, dat is die van de... Ja, Ordinovi Templi. Ja. Dus daar zie je al dat er een soort raar romantisch idee overheen komt van ariosofie, dus van uitverkorenheid, van een soort ridderorde die boven de gewone massa uitstijgt. Dit wordt uiteindelijk gekopieerd naar Duitsland toe. En de man die dat kopieert, dat is Theodor Fritsch. En Theodor Fritsch, dat was een man die woonde in Hannover. En dat was de baas van de zogenaamde Hammer-schriften en Hammer-gezelschaft. En die hadden een eigen tijdschrift. En dat werd Hamer genoemd, omdat Duitsland zat vast tussen Hamer en Aanbeeld. Ja. Dat was eigenlijk het idee. En die hadden ook weer eigen ingewijden. En die ingewijden die werden de Kamalenbond genoemd. Dus dat was een kopie van het Guido van Liest gezelschap. En die Kamalenbond die had weer eigen afdelingen. En de afdeling in München die heette het Toele Gezelschap. En daar was Hitler weer aan verbonden. En daaruit zo zie je... kwam de, dat vertelde u volgens mij een keer, dat daaruit kwam de NSDAP ook. Daar kwam de NSDAP uit. DAP eerst. Eerst de DAP, juist. En zo zijn dus die linken bestaande tussen het völkische denken, runekunde, anenerben, tot uiteindelijk het ontstaan van het nationaal socialisme. En dat proces, dat noem ik de ariosofie.
Dat rot erin kwam, om het zo maar te zeggen. Maar even, om heel even uit te zoomen en het boek even van een afstandje te bekijken. Er zit midden in het boek zit voor mijn gevoel een beetje een berucht hoofdstuk. Ja. En dat is het hoofdstuk 3, Rijf en Romantiek. En daarin wordt eigenlijk dit hele onderwerp wordt daar ingedoken. Gekeken van, joh, wat is nou dat fundament van het denken, als we nou echt goed objectief naar gaan kijken. Ja. Waarop zijn al die op eerste gezicht bizarre ideeën? Wat voor een onderbouwing hebben zij daarvoor? En ik weet dat ik dat aan het lezen was en dat ik er stom verbaasd over was van hoe diep die, noem het maar een collectieve psychose, hoe diep dat zat bij die mensen. Je ziet eigenlijk dat in Duitsland bij alles er een laag extra opkomt. Dat, in feite kun je dit noemen sociaal darwinisme, hè? Waarin dus de strijd gezien wordt als de vader aller dingen. Dat alles heeft te maken met strijd. En iedere tijd is een overgangstijd. En iedere tijd heeft weer een eigen groep, een eigen land, een eigen mogendheid wat dominerend is, die vervolgens weer afgelost worden door een ander. Duitsland is de uitzonderingspositie, die heeft alles gemist. Ze hebben geen koloniën, ze zijn te laat. Ze waren een doorgangsland. Ze zaten ingeklemd tussen Frankrijk en tussen Rusland. Vanuit het zuiden had je vroeger natuurlijk de Romeinen. Bij de volksverhuizing is alles er doorheen gegaan. Ze zien zelfs dat hun eigen bloed is uitgewaaid over de volkeren. De Angelen en de Saksen kwamen eigenlijk uit Duitsland. Maar hebben het Britse Wereldrijk gesticht. Dus ze hadden het gevoel dat ze eigenlijk heel veel gemist hadden. En daar is dus die behoefte uit voortgekomen voor identiteit. En dan krijg je het probleem, dat is een mooie Duitse uitspraak, identiteit braucht Raum und Geschichte. Om identiteit te vormen heb je een grondgebied nodig en je hebt geschiedenis nodig. En in feite ontbrak in de ogen van de naties beide. Ja. En daar zit de neurose in. Want als jij dus niet hebt wat je nodig hebt om te kunnen bestaan, ja, dan krijg je nieuwe theorievorming. Eerst maar heb je ook een verklaring nodig. Waarom heb je het niet? Ja. Nou, dat is hen natuurlijk onthouden. Wie hebben hun dat dan onthouden? Dat is de schuld van een ander. Dat is de schuld van een ander. En dat is eigenlijk, als je dan teruggaat naar het Wilhelmische Rijk, dan zit je in de cultuurkampf. Ja. De Bismarckiaanse cultuurkampf, waar ook keizer Wilhelm II heel actief in was. Er was in Duitsland altijd een strijd tussen protestantisme en katholicisme. De katholieken werden altijd beschouwd als een ultramontane gevaar wat over de Alpen heen reikte. En eigenlijk probeerde de Duitse volksgeest te besmetten met katholieke normen en waarden, christelijke normen en waarden. En het protestantisme, dat sloot toch iets beter aan bij, laten we zeggen, de Pruisische mentaliteit. Want de Pruisische mentaliteit schuift daar overheen. Hè. Duitsland was een versnipperd land. Dat hele Pruisen van Frederik de Grote was een armoedig plattelandstaatje eigenlijk, als je dat kijkt. Ja, maar het geld ging op een speren. Ze hadden wel geweren inderdaad al toen. Maar het was wel heel knap hoe zij dus eigenlijk met een enorme discipline en drill zo'n klein staatje stand konden laten houden. En in feite de bureaucratie hebben uitgevonden in Europa. De bureaucratie, nou ja, het was Chinezen een soort discipline. Waren al eerder, maar, Ja, precies. Maar het is een soort beambtentoem wat je nodig had om overeind te blijven. Ja. En dat is toch wel een uniek iets. En daar komt die Pruisische mentaliteit. Je zou bijna kunnen zeggen het soort Sparta van de moderne tijd. Ja. Op de Balkan waren wat de Bulgaren eigenlijk. Ook zo'n land waar verder niks functioneerde, maar hadden wel een relatief goed leger lange tijd. En zo heeft Duitsland natuurlijk geworsteld om die plek. Dus je kunt je wel voorstellen dat het idee van eindelijk dat rijk ontstond, wat eigenlijk gammel was in een hoop opzichten, want ze hadden nog steeds de tegenstelling katholiek en protestant bijvoorbeeld. Op vrijdag 19 januari vindt er in Rijswijk een bijzonder evenement plaats, namelijk de Nederlandse Leeuw. Een event gericht op het thema de Nederlandse identiteit in een multiculturele samenleving. Er zullen daarbij vele gasten en sprekers aanwezig zijn, waaronder de halve interviewgeschiedenis van de Batavieren podcast, zoals Geert en Waling, Sam van Rooij, Sid Lucassen, Eibeltje Bergmoes Duindam, Esther van Venema, Lennart van Mil, Jan van der Beek en Michiel Hemminga. Ook zal vanuit Canada Dr. Jordan Peterson aanschuiven, wat wellicht een van de meest interessante gasten van het event zal zijn.
Uiteraard zijn wij met de Batavieren podcast ook aanwezig. Wij zullen live, tijdens de Nederlandse Leeuw, een aflevering maken. Wil je dit meemaken en wellicht aanschuiven? Kom dan ook naar de Nederlandse Leeuw. En mocht je ons niet weten te vinden, stuur ons even een berichtje op onze Facebookpagina. Uiteraard dien je wel zelf je eigen ticket aan te schaffen. En dit kan op de website www.nederlandseleeuw.nl. Wellicht tot dan. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Op donderdag 4 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een winterbarbecue op de verwarmde veranda bij trouwe Batavieren-fan Eduard. Voor 10 euro zal er een avondeten worden voorzien en drank meenemen wordt zeer gewaardeerd. Locatie is in Otterlo en je kunt je aanmelden via ons Facebook-event. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website batavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. Gewoon een beetje geld geven. Hier, voor het goede doel. Denk je dan. Ga er zo op. Ja, maar dat zie je vandaag nog, want Beier is hartstikke katholiek en Pruis is hartstikke protestant. En die de kloof is eigenlijk nooit echt gedicht. Precies. Het is, in die zin is de bondstaat misschien wel een veel betere representant voor wat Duitsland is dan die Duitse eenheidsstaat natuurlijk die Hitler op wijze van spreken Frederik de Grote voor ogen had. He, dus je ziet dus dat Duitsland met een breed dilemma zit. Die cultuurkampf, zoals ze dat dan noemen, hè? Dus eigenlijk het indammen van die niet-Duitse krachten, waarin men met name dan die katholiek-christelijke krachten ziet. Dat zijn allemaal dingen die al aanwezig zijn. En dat wordt dan versterkt door gewoon een aantal gebeurtenissen die zijn, namelijk de eenwording van Duitsland. Duitsland wil zijn plek onder de zon natuurlijk opeisen. Je krijgt allerhande verenigingen en clubs, de Deutsche Kolonialverein en de Alt-Deutsche Verband. En dat zijn allemaal clubs die hetzelfde willen. Die willen Duitsland op de kaart zetten eigenlijk. En een plek onder de zon geven. Die komen dan, die hebben dan te maken met die hebben te maken, laten we zeggen, met de tijdsgeest. Die krijgen ook enorme aanhang. Er zijn dus ontzettend veel mensen die daar lid van worden. Dat waren organisaties met honderdduizenden leden. Ja. Eigen kranten, eigen tijdschriftjes. En nou, dat zou nog allemaal tot op zekere hoogte onschuldig zijn geweest. Waren het niet die dubbele behoefte dus aan identiteit die Duitsland had. En het vraagstuk van het Duitse grondgebied. Waar begint het, waar eindigt het? Ja. En daar komt de Eerste Wereldoorlog overheen. En de Eerste Wereldoorlog wordt over het algemeen al gezien als de oerkatastrofe van de 20e eeuw. Ook het begin van wat men tegenwoordig noemt de korte 20e eeuw. Maar het is voor Duitsland eigenlijk nog veel meer dan dat. Het is ook het direct weer bedreigd zijn in die jonge staten die er bestaat. En die neurose om dat te laten voortbestaan. He, want het is na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, doet Frankrijk gewoon pogingen. Dat doen ze op eigen initiatief. De rest van de wereld steunt hem daar ook niet in. Maar die proberen gewoon weer die linker Rijnoever gewoon weer bij Frankrijk te aan te sluiten. Draaien, ja, en als je dan wil afvragen, ja, hoe komt het als zo'n Hitler aan de macht komt en rechts zo groot wordt, dat heeft natuurlijk daar ook mee te maken. Dus in die zin is het een ingewikkeld proces waarbij ook binnenland en buitenland en geopolitieke belangen een rol spelen. Ik wil even die overstap maken naar al die geopolitieke denkers die toen ook bezig waren. Ja. U had het net al over het vraagstuk met de koloniën. Ja. De heerste eind 19e eeuw een aantal ideeën dat Duitsland nog wel zijn koloniën kon opeisen. En dat gebeurde ook. Een bekend verhaal is de zus van Nietzsche die in een soort poging, in een soort poging zat om een kolonie te stichten ergens in Zuid-Amerika. Dat totaal mislukt is en iedereen de ziekte stoort volgens mij. En dat is eigenlijk in die Weimar-tijd is dat omgeslagen naar koloniseren binnen Europa. Ja, dat klopt. Dat ze dat kolonie-idee buiten over de zee, dat ze dat volledig los zijn gelaten, abrupt. Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Dat is een belangrijk punt. Je zag wel dat bijvoorbeeld de geopolitieke denkers uit die tijd, zoals ook Karl Haushofer, die vond dat eigenlijk jammer.
dat dat gebeurd was. Die vond eigenlijk dat Duitsland, hij noemde dat, die heeft een landhutte mentaliteit. Dus een mentaliteit, die staat met de rug naar de zee toe eigenlijk, Duitsland. Ja. Terwijl daar enorme kansen lagen voor Duitsland. In die zin is Hitler daar ook een representant van. Dat was ook iemand die eigenlijk tot op zekere hoogte met de rug naar de zee stond. Dat heeft er denk ik ook mee te maken met het feit dat men dat toch ook, denk ik, ook wel enigszins praktisch en realistisch over nadacht. Je had gewoon te maken met het Britse Wereldrijk. En de Engelsen die beheersten gewoon de zeeën. Het is niet voldoende dat je oorlogsschepen bouwt. Je moet ook kolenstations hebben over de hele wereld als je de wereldzeeën wil beheersen. En Duitsland had dat niet. Je bent eigenlijk altijd afhankelijk dan van anderen. En zo zie je dus ook dat het Duitse vlootbeleid altijd een beetje wisselend is geweest. Het was aan de ene kant een enorm mooi speeltje. De Duitse keizer was er gek op de Duitse vloot. Maar het is zeer kostbaar om op te bouwen. Ja, de drempel is dus gewoon heel groot. Het is moeilijk. Het is niet voor niets. Ze kunnen zo'n blokkade ook opzetten als ze willen. Daarom eindigde het twee keer in een onderzeebootoorlog eigenlijk. Dat is natuurlijk het wapen van de arme man in dit geval. Hè. Ik bedoel, als je het echt voor het zeggen hebt, bouw die slagschepen en beheers de zee. De guerrilla-oorlog op het water. Eigenlijk wel. Dus, dus je ziet dus dat Duitsland had nu eenmaal meer kans gewoon op het land. En daar is een hele filosofie uit ontwikkeld. En die vind je ook wel terug bij de geopolitieke denkers. En die is wel omarmd door Hitler. En dat is eigenlijk het idee van wat je noemt het kernraam Europa. Of het continentaal imperium. Dus waarin men, daar is allerlei varianten over gedacht. Een van de interessante varianten is bijvoorbeeld geweest van de geopolitiekoloog uit die tijd, dat Duitsland eigenlijk de ingenieurs zou leveren, de Sovjet-Unie de grondstoffen en Japan de vloot. En zo had je het toch nog allemaal bij elkaar. En dan kon je de strijd aan tegen wat zij noemden de Weltinsel. Dus dat waren dan met name de Verenigde Staten en Engeland. Dat werd een beetje als één kamp gezien. En die zou je dan op die manier hun suprematie kunnen aanvechten eigenlijk. Ja, nou, nu zit ik te kijken naar een paar afbeeldingen. En dit verwonderde me tijdens het lezen van het boek. Een aantal afbeeldingen over alle beoogde plannen van spoorlijnen die door Europa en ook voorbij Europa zouden gaan lopen. Wanneer het allemaal wel even geregeld was dan. Daarvan uitgaande. En dan zie ik ook een afbeelding van een soort enorme monstertrein. Die helemaal beplakt is met allerlei adelaars en swastika's, en dat zou dan een rijdende bibliotheek moeten zijn. Het is echt bizar. Ja, het is bizar. Ja. Ik raad de luisteraars aan om dit boek te kopen, alleen al vanwege de bizarre afbeeldingen die de hersenspinsels van de nazi's heel mooi uitbeelden. Vertel eens, wat hadden ze in hun hoofd dat ze wilden ze wilden rails tot aan India leggen. Ja, dat klopt. Nou, er was natuurlijk een enorm plan eigenlijk hoe het allemaal zou moeten gaan. Laat ik mee te beginnen dat het een verschrikkelijk plan was. Want er moesten alleen al echt tientallen miljoenen Slavische mensen verdwijnen uit dat Oost-Europa. Om dus letterlijk ruimte te maken voor de plannen die er waren. Dat staat onder andere in dat generaalplan Ost waar we het net al even over hadden. Ja. Daar zouden dus hele, wat ze tegenwoordig omvolken noemen, hele omvolkoperaties bij plaatsvinden. Maar daar moest natuurlijk ook een goede infrastructuur voor zijn. Dus daar had men allerlei plannen over. Inderdaad van hele brede revolutionaire treinen, met uitgerust zelfs met bibliotheken, waarin je dus als een soort herrenvolk van het een naar het ander. En ondertussen kon je nog een prachtige Völkische roman lezen onderweg. Dat was eigenlijk het idee. En dan zag je bijvoorbeeld dat Duitsland had een dispuut met Italië, met Mussolini. Dat ging bijvoorbeeld over Tirol. De Italianen claimden dat, maar de Duitsers hadden daar ook interesse voor. Maar Hitler wilde Mussolini niet voor de hoofd stoten. En die heeft toen bedacht van, dat die berggebieden op de Krim, die zijn eigenlijk, die lijken eigenlijk heel erg op de Alpen waar die Tirolers wonen. En als we die Tirolers nu herverplaatsen naar de Krim. En dat zou dan ook. Dat doen we even. Precies. En er werden ook niet. De namen waren al bedacht van de steden. Dat was echt ongelooflijk. Die steden zouden gewoon onbenoemd worden. En daar werd natuurlijk de geschiedenis weer bijgehaald. Dat er ook oude gotische nederzettingen gevonden zijn op de Krim.
En zo werd het opnieuw gepland. En zo past ook in dat straatje het idee van wat vroeger al onder de keizer de Berlijn-Bagdad spoorweg was. Ja. Zo waren er ook ideeën om die landbrug letterlijk dus tot in India, eigenlijk tot aan de andere kust eigenlijk weer te verleggen. En dat sloot ook aan bij zekere, ja, ook weer völkisch romantische ideeën die trouwens ook voor een deel in India wel leefden. Want dat Indo-Germaanse idee is niet alleen een landbrug, dat is ook een cultuurbrug, het is ook een taalbrug. Er zijn ook allerlei taalovereenkomsten. Er zijn bijvoorbeeld völkische denkers uit India, maar die bestaan er ook, die zeggen dat dat hele kastensysteem in India is in feite ook een rassensysteem. En dat rassensysteem is ingevoerd door de voorlopers van de Duitsers in India. En wat ze dus eigenlijk beweren, en dat doen ze op basis van taalargumenten. Zij zeggen bijvoorbeeld dat India is van noord naar zuid veroverd. Dus er zijn invallers gekomen van het noorden naar het zuiden. En dat weten ze vanuit het taalgebied dat Europeanen waren. Want je hebt bijvoorbeeld in India, bomen, die heten bijvoorbeeld berkenboom met rode bessen. Dus dat betekent eigenlijk dat degene die het woord gegeven heeft aan die boom, die kwam daar, die dacht, hé, dat is eigenlijk net onze berkenboom, alleen dan met rode bessen. En zo is dat ontstaan. Dus uit die taal kun je zien dat er invloed is geweest vanuit het westen naar hier. En dat is op zich wel interessant, want dat is precies de omgekeerde benadering van de volksverhuizingsideeën wat we vaak hebben, dat alleen van oost naar west ging. Het ging dus ook van west naar oost. Je weet misschien dat er in China ook allerlei mummies zijn gevonden van mensen in Keltische kleding. Dat wordt door de Chinese overheid altijd een beetje stilgehouden. Want alles wat geen Han Chinees is, behoort niet tot de officiële geschiedenis. Komen we weer terug bij, geschiedenis braucht, identiteit heeft ruimte en geschiedenis nodig. De Chinezen weten dat precies. Zo is dat ook in die tijd geweest. En in Nazi-Duitsland was er dus een zekere verheerlijking van die landbrug, taalbrug, raciale brug met India. Ja. En zo komen ook die ideeën van die spoorlijnen tot ontstaan. Dat is echt, het is eigenlijk bizar dat je al die, dat ze al die plannen al klaar hadden voordat het überhaupt, voordat ze überhaupt voor ogen hadden van hoe gaan we dit doen en gaat het überhaupt lukken. En dat verbaast mij ook wel eens, ja, hoe die dingen allemaal klaar lagen. En er lagen ook allerlei plannen al klaar die nooit zijn uitgevoerd. De invasie van Turkije, ja. Er was een Einsatzgroep in Moskou die al klaar stond. Maar dat ze dat ook gewoon serieus namen van zichzelf, dat is toch... Ja, het is wat waar dat betreft... Komt dat vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Het is een zeer serieus volk. Dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat... Daar moet je toch terug naar die tijd van Frederik de Grote. En dat soort dingen, denk ik. Dat is wat moeilijker verplaatsbaar voor ons, omdat dat nog langer geleden is. Maar ik denk toch het gevoel dat jij een soort doorkruisbaar land bent, waar alle veroveraars maar doorheen dat je andere landen ook zo gaat zien van, oh, daar kan ik ook zo doorkruisen. Ja, en dan zie je ook dat daar een reactie op komt. Je ziet bijvoorbeeld in andere grensgebieden ook, hè? Bijvoorbeeld dat Burgenland, Transylvanië eigenlijk, met Roemenië en Hongarije, daar zitten die Tseklers. Die Tseklers is ook gewoon een soort een soldatesk volk. Dus als jij maar genoeg in een grensstreek zit, word je uiteindelijk een goede vechtersbaas. En dan moet je het ook organiseren. Tot op zekere hoogte zijn Tsjetsjenen dat ook, om maar iets te zeggen. Ja. En de Marokkanen uit het Rifgebergte waren ook altijd gevreesde soldaten. Dus je kunt door omstandigheden kun je natuurlijk een bepaald karakter ontwikkelen, denk ik. Nou, wat ik ook heel erg interessant vond, was de obsessie met het hele... Naast dat boeren verheerlijken, u noemt het ook al dat soldaten, burgertum idee. Ja, meerbouwertum. Ja, ze hadden prachtige termen voor. Maar ook dat ridder idee, dat de SS een soort ridderorde zou zijn en dat die generaals allemaal beloond werden met magnifieke landhuizen. Ja. Die als kastelen werden. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Nee, dat speelt inderdaad een rol. Dat zag je zowel bij het leger als bij de Waffen-SS, de gewapende tak van de Himmlers SS-imperium. Het was ook niet van niets, het heet ook Ritterkreuz, dat kruis wat je dus verdiende als je iets heel bijzonders had gedaan. Maar er zijn duizenden mensen die dat kruis uiteindelijk gekregen hebben. Heeft ze zoveel bijzondere dingen? Daar zat ook een zekere inflatie op. Aan het eind van de oorlog, als je een paar tanks afschoot, kon je ook geluk hebben soms en het Ritterkreuz krijgen.
Maar er zijn ook gewoon verschrikkelijk veel heldendaden verricht. Dat moet ik er natuurlijk ook eerlijk bij zijn. De omstandigheden maken ook de held. Hè? Ja. In één keer gebeuren er dingen en grijp je in en doe je iets. Maar die ridderorders die waren er. Daar was ook weer over nagedacht. Ook dat stond weer in een min of meer gefingeerde geschiedenis. Het hoofdkantoor daarvan, het hoofdkwartier, werd geplaatst in de Wevelsborg bij Paderborn in de buurt. Is dat. Ja, dat is die driehoekige... Ja, dat is de enige driehoek renaissanceburg in dat hele deel van Europa. En ze hadden aanvankelijk een ander kasteel op het oog, maar dat weigerde de eigenaar te verkopen aan de SS. Dus dat was wel interessant. Toen moesten ze weer de geschiedenis herschrijven. Dus. Ja, maar ze zaten wel vast aan die regio. En dat is ook weer interessant, want zij beweerden dus... Dat de zogenaamde slag om de berkenboom, dus we hebben weer een berkenboom in dit geval, dat die plaats had gehad in die regio. En dat was volgens de overlevering de plek geweest waar de ruitervolkeren uit het oosten door die Duitse weerboer tot staan waren gebracht. Dus wij hebben allerlei andere, Karel Martel en dat soort verhalen in het westen, maar die Duitse Vulkische variant had eigenlijk ook zijn eigen verhalen. En dit was een van die verhalen. En de man die dat naar voren bracht bij Himmler, dat was Karel Maria Willigut. Ook weer een heel bizar verhaal. Dat was een man die beweerde dat hij nog kennis had van oude runekundes die niemand meer kende. Dus een beetje in de lijn van Guido van Liest. Die vertelde dat ook al keurig op zijn sollicitatiegesprek bij de SS, dat hij dat allemaal kon. Hij zei dat hij afstamde van een oude familie die al eeuwenlang in strijd was met de katholieke kerk. Zijn voorouders zouden de stad Wilna hebben opgericht in Rusland. Dan zie je alweer van, kijk, die Russische steden zijn eigenlijk door Duitse weerboeren opgericht. Dus al die lijnen komen daar weer in voor. Zijn familiegraf lag in Steinamacher. Daar zou ook het familiezwaard nog zijn begraven. Daar had een heel wild verhaal daarover. En hij vertelde dat de latere paus Pius... In zijn tijd dat hij nog bisschop was of kardinaal was, tijdens de Eerste Wereldoorlog bij een veldhospitaal was geweest waar hij werkte. En toen had hij zich moeten voorstellen en toen had die kardinaal was bleek weggetrokken. En die had tegen zijn compaan de geestelijke gezegd, hij is van de vervloekte familie. En dat was dus de familie Willigut die al eeuwenlang streed tegen de verderfelijke invloeden van het christendom. Nou, dit was een kolfje naar de hand van Himmler. En deze man werd aangesteld als hoofd van de SS Ahnenerbe, het wetenschappelijk instituut van de SS. Dus je moet je voorstellen dat hij met zo'n wild verhaal komt en vervolgens directeur wordt van het wetenschappelijk bureau. Maar hij kon, in werkelijkheid kon hij geen reet. Nou, ik heb nooit uitgezocht of hij die runen kon lezen. Ik heb wel een paar van zijn veldonderzoeken opgevraagd in de archieven. En die heb ik ook in mijn bezit en gelezen. Dat is wel interessant. Het is een soort speurtocht naar allerlei pre-christelijke monumentjes en dingetjes in Duitsland. Ja. Alleen ze perverteren dat weer tot die ariosofie. Ja. En je ziet ook, dat is misschien een mooi voorbeeld aan de gekte eigenlijk die er was in dat Derde Rijk. Dat hij zich niet als Willigut liet benoemen tot de SS, maar een nieuwe naam aannam. En die naam was Weistor. Met Weiss, daar zit het woordje wiesen in en het woordje wit in. Dus je hebt witte heksen, wetende heksen en wiesende van wetende. En Thor staat voor de oppergod. Dus hij noemde zichzelf de wetende god. Weistor. Onder die naam maakt hij SS-carrière. Hij kreeg bij het lezen, tenminste zo kan ik het me die episode uit het boek herinneren, kreeg nog niet echt de indruk dat hij naast al die wilde verhalen dat het nou echt heel veel voorstel. Hij wist gewoon heel goed die SS stop te betoveren met zijn ja, spannende verhalen. Ja. Maar... Nou, er is op een gegeven moment ook er waren twee kampen ook in die SS. Er was één kamp die was, daar kon het niet vulkisch, ariosofisch genoeg zijn. Ja, daar zat Himmler ook, want die liet zich ook makkelijk betoveren. Die hield ook, die hield ook seances in de Wevelsborg en dat soort dingen. En die geloofde ook zelf dat hij een reïncarnatie was van Hendrik de Vogelaar. Tuurlijk, Die had allemaal dat soort ideeën. Maar er was ook een kamp binnen die SS die toch wat meer praktisch was ingesteld. En zei, ja, klopt dat nou allemaal wel? Ja, en uiteindelijk zie je dus ook, want je hebt ook die Wiert gehad. Dat is ook een belangrijke figuur geweest binnen die SS aanhebben. Die geloofde bijvoorbeeld dat allerlei oude geschriften die al lang waren aangetoond dat vervalsingen waren. De Oeralinda-boek bijvoorbeeld uit Nederland. Dat waar in Friesland als een soort oerbeschaving van de mensheid werd voorgesteld. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee. Maar dat heet het zogenaamde Oeralinda-boek.
En daar staat eigenlijk in dat alles wat we van Homerus weten, heeft niet afgespeeld in Griekenland, maar in Friesland. Dus dat is ja, een heel bizar verhaal. Tuurlijk, ja. Maar dat paste wel ergens in dat beeld van die naties die eigenlijk alle grote dingen wilden terugverplaatsen naar het Arisch centrum van de Arische ras. Namelijk de Duitse moedergrond. Dus dit was het zoeken naar identiteit en geschiedenis. Dus daar heb je dat element weer terug. Dus dat Oeralinda boek, dat werd ook een deel van die SS-top op een gegeven moment te gortig. En toen is er ook gewoon weerstand gekomen en hebben ze die mensen ook aan de kant gezet. Dus het is wel zo dat het niet allemaal zomaar werd aangenomen. En je ziet ook dat het gekke is dat Hitler ook een dubbele rol speelt in dit hele verhaal. Aan de ene kant vond Hitler het allemaal wel heel erg interessant. Aan de andere kant wilde hij ook de gewone Duitse burger niet te ver van zich vervreemden. Want kijk, Himmler die gaf al die SS'ers zo'n Juul-leuchter. Dat was een soort, hoe noem je dat? Voor de Juul-feesten, daar kon je een soort lichtje in branden. En maar dat werd als een soort prularia, werd dat eigenlijk gezien. En veel van die SS'ers wisten ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Maar als je de archieven doorgaat, je vindt echt duizenden pagina's met adressen van mensen die allemaal zo'n Juul-leuchter krijgen toegestuurd. Dus het was, laten we zeggen, ook een beetje dubbel. En ik heb ook gevoel dat de altaak van de oorlog, die was natuurlijk zo serieus, dat te erg ariosofisch-vulkische element op een gegeven moment toch wat in de coulissen kwam te slaan. Ja, omdat de gewone no-nonsense man die... De bommen vielen op je hoofd en je had honger en mensen hadden wel wat anders te doen. Toen kwamen er een stel tovenaars-achtige figuren met het zwarte pak aan. En denk je, moet ik hiermee met dit verhaal? Ik denk dat dat zo gegaan is. Want je ziet dat daar een verminderde belangstelling voor is naarmate die oorlog langer duurt. Ik denk wel, stel dat Duitsland die oorlog had gewonnen, dan weet je natuurlijk niet wat er gebeurd was. Misschien was dat gewoon wel weer teruggekeerd. Want men bouwde natuurlijk wel aan zijn identiteit hiermee. Ik vraag me dan af, van in hoeverre geloofde men hier echt in? Over het algemeen? En in hoeverre was het ook gewoon een convenient excuse om al die machtsuitbreidingen dat is natuurlijk altijd zo in de politiek. Dat is ook een vorm van realpolitiek. Je gebruikt het argument wat je kan. Hè, toen de Amerikanen vielen ook op verkeerde voorwenselen Irak binnen in een vrij recent conflict. Dat is denk ik van alle tijden. Dus die realpolitiek zit er natuurlijk ook in. En Hitler was natuurlijk wel ook gewoon een realpoliticus. Maar het is ontegenzeggelijk dat er een metafysische, metahistorische onderbuik zit eigenlijk in dat Derde Rijk. En dat begon al heel vroeg. En je ziet dat ook bij mensen als Alfred Rosenberg. Hè. Kijk, toen Thomas Mann de Nobelprijs voor literatuur kreeg als antwoord daarop, dat was natuurlijk een beetje een belediging voor Duitsland, want het was een Duitser in exiel die de Nobelprijs kreeg. Toen kreeg Alfred Rosenberg, dus de man van de Mythos, dat is van sinds het jaar 100, als titel weer geïnspireerd op Houston Stuart Chamberlain, hè, met de Grundlage des 19. jaarhonderd, dan zag je dat die de Nobelprijs kreeg. Maar als je kijkt, iedereen zegt die boeken van Chamberlain, Alfred Rosenberg zijn onleesbaar. Ik zeg, dat klopt, die boeken zijn, maar je moet ze wel lezen. Want je weet niet wat je leest, wat daarin staat. Dat is complete metafysica. Die beweerden al, om een voorbeeld te geven, ze herschrijven de complete geschiedschrijving. Ze zeggen de oorsprong van van de Europese beschaving, dat zijn dan dat is van het Arische ras. Het Arische ras komt van Ultima Thule. Dat was dan een mystiek eilandenrijk ergens, niemand weet wat ligt, maar ergens boven Schotland in de Arctische zone. Daar is een soort, dat is het eigenlijke Atlantis. Dat schrijft dus allemaal Roosbergen. Dat is gezonken. Die drakenschepen, zo schrijft hij dat letterlijk, dan sluit hij in één keer weer moeiteloos bij de Noormannen aan. Die drakenschepen zijn over de wereld verspreid. Een aantal van die volkeren die daaruit voortkwamen, die zijn geland in Noord-Afrika. Dan verwijst hij naar de graftombes van Thebe, waar bijvoorbeeld vier rassen op staan, waar ook het blanke ras tussen zit. Dus hij zegt, wij zijn ook onderdeel van dit grote ras. En het een van die volkeren, die zijn doorgereisd naar wat nu het Heilige Land is. En daar komt weer Jezus Christus vandaan. Dus die Alfred Rosenberg legt gewoon een relatie tussen Ultima Thule, dus het niet bestaande Arische Atlantis, en de Arische afkomst van Jezus Christus.
Dat is eigenlijk ongelooflijk. En dan denk je van ja, is dat, maar dan zou je denken, is dat alleen voor de nazi Duitsland? Nee, Mussolini die wist namelijk zelfs die beweerde dus dat het een zoon was van. Wat is het nou van Jezus? Nou, ik weet niet of ik dingen door elkaar gehaald. Maar in ieder geval, die had ook claims op zaken uit het Heilig Land, waarbij die weer naar het Romeinse Rijk terugverwees. En ik weet dat de Hongaren dus ook een Jezus-claim hebben. Geen op zichzelf staande waning. Nou, het zijn dus dingen die wel meer voorkomen. Dus ja. Laten we zeggen, volkeren die een probleem hebben met hun identiteit. Hè, met de Hongaren is dat ook zo. De Hongaren was een onderdeel van het Habsburgse Rijk. Hebben dus ja. Ook weinig aan zelfontplooiing kunnen doen. Hadden wel een groot verleden. Hè? Als de Magyaren en Árpád en de terugkeren. Daar begint het ook al mee. Hè? De landnamen van Árpád. Dus dat noemen ze zo, hè, de verovering van Árpád van Hongarije, dat noemen de Hongaren de terugkeer. Ook iets heel interessants. Dus die beweren, dus die zijn er altijd al geweest. Dus dat is natuurlijk om de claim te doen. Kijk maar nu naar in Palestina, als daar bijvoorbeeld een archeologische vondst wordt gedaan, wat iets verwijst naar de Joodse cultuur, is gelijk voorpagina nieuws in Israël. En waarom? Omdat men eigenlijk nog steeds behoefte heeft aan archeologische bewijzen van wij waren hier altijd al. Ja. En dan heb je weer identiteit, heeft ruimte en geschiedenis nodig. Narratief aandikken. Ja, heb je dat weer. Bevestigen. Dus als je nou vraagt van gelooft dus nou ja. In. Ik denk het is veel meer een bijna onderbewust gevoel. Kijk, wij als Nederlanders hebben daar veel minder last van, denk ik, op een of andere manier. Wij zijn op een bepaalde manier zo onbetekenend geweest, dat we daar, of het was zo vanzelfsprekend, dat we daar minder vragen bij hebben gehad. En we doen heel snel te nuchter. Te nuchter. En wat je nu dus ziet. Is ja, leuk verhaal. Maar, Nederland krijgt nu te maken natuurlijk met nieuwe culturen ja. Die heel duidelijk weten wie ze zijn. En nu gaan wij ons afvragen van wie zijn wij eigenlijk. Ja, dus dat is ook heel interessant. Mijn laatste grote vraag nu voor deze aflevering. Wat is actueel aan dit boek? Ja, wat kan je hiervan leren om buiten de geschiedenis te begrijpen, ook vandaag te begrijpen? Ik denk dat er verschillende dingen uit kan. Voor een deel is het gewoon het verhaal van realpolitiek. Je hebt macht, je hebt ambitie, je hebt een industrie, je hebt geen grondstoffen, je denkt dat je buurland de baas kan, we pakken het gewoon. Het is precies hetzelfde wat Saddam Hussein deed met Kuwait. Ja. Kuwait heeft de oorlog gefinancierd tegen Iran. Irak had gigantische schulden volgens bij Kuwait. Wat dacht Saddam Hussein? Als ik nou zo'n bankoverval pleeg op Kuwait, hoef ik mijn schuld niet terug te betalen. Dat is het is eigenlijk realpolitiek. Alleen, het was in die zin niet realistisch, omdat hij natuurlijk afgerekend is door de internationale gemeenschap op deze kwestie. Maar je weet misschien ook nog wel dat die Amerikaanse ambassadrice nogal domme dingen gezegd heeft tegen Saddam Hussein. Want die heeft min of meer gewoon gevraagd aan haar. Van wat gebeurt er als ik Kuwait binnenval? En daar heeft zij ergens iets van, nou ja, god, daar gaan wij eigenlijk niet over. Zo'n soort antwoord heeft die ambassadrice gedaan. Toen dacht Bagdad, want in Bagdad is het zo, als een ambassadeur wat zegt, nou die zegt niks voordat hij het aan Saddam Hussein persoonlijk heeft gevraagd. Terwijl wij in het Westen natuurlijk veel meer eigen initiatief kunnen ontplooien. Dus die dame heeft eigenlijk voor de vuistweg een verkeerd antwoord gegeven. Ja. Dat is voor waarheid aangenomen en Irak heeft Kuwait binnengevallen. Dus er zit gewoon een zuiver realpolitiek element in. Het andere element is, er is een prachtig boek verschenen ooit door La Brie over zuiverheid en politiek. En dat heeft ook met dit te maken. Het feit dat je zo op zoek bent naar identiteit, hè, dat is dus ook super actueel, dit identiteitsvraagstuk. Ja. En diversiteit wat we tegenwoordig hebben en integratie, het is allemaal tegenovergestelde belangen. Maar het gaat allemaal over identiteit, is enorm belangrijk. En identiteit, dat heeft te maken dat je op een gegeven moment wel iets moet formuleren. Wie zijn we, waar komen we vandaan? Dat heeft dus grondgebied nodig en geschiedenis nodig. Daar begint de manipulatie. En als je dan hebt gedefinieerd wie je bent, dan is er ook het gevaar dat je dat zuiver wil houden. En dan komt het labrie-element erin. Die zuiverheid, ja, dat kan heel perverse trekjes krijgen. En daar kan er op een gegeven moment bij zitten van, ja, het Duitse volk is nu verenigd. Alleen we zitten nog met één probleem. Dat is Judenvraagstuk. En in één keer wordt er een vraagstuk neergelegd, wat in één keer blijkbaar heel actueel en een groot probleem is. En dat vult gelijk weer een ander gat in, namelijk de vrede van Versailles. Wie heeft ons dat opgedrongen? En waarom hebben we die oorlog verloren? Dus dat zijn dus dingen die denk ik ook van alle tijden zijn. En daar kunnen deelpakten in zijn. En een voorbeeld wat ik nu weer vind, bijvoorbeeld de Irak, die Koerden in Irak hebben nu een eigen staatje gekregen.
Die waren zeer bruikbaar in de strijd die er gevoerd moest worden tegen IS. Ja. Het is nou de vraag, als die omringende landen weer gaan samenspannen, helpt het Westen hen wel, ja of nee? Want dan zijn er in één keer toch weer andere belangen die gelden. Aan de andere kant, je ziet die Koerden hebben bij de definitie van een nieuw grondgebied, hebben ze ook zelf weer fouten gemaakt. Hè? Ze hebben massaal Arabieren verjaagd uit allerlei steden en plaatsen waar olievelden lagen. Het idee van, als we dat nou even etnisch zuiveren, is dat vervolgens van ons. Ja. Dus daar heb je dat verhaal alweer van zuiverheid en identiteit. Dus het is in die zin van alle tijden. Het enige grote verschil is natuurlijk wel de gigantische schaal waarop dit heeft plaats. Dat is bijna niet voor te stellen. Wat dat betreft, misschien interessant om dat linkje te leggen. Want ik werd af en toe herinnerd tijdens deze bespreking die we nu houden over aan China. Ook als we het ook hebben over omvolken en inderdaad ook dat narratief opbouwen. Dat is waar China in principe nu mee bezig is. Ik zag toevallig bij het Nexus Instituut zag ik meneer Wei Wei, dat is de grote partijfilosoof geloof ik, van China. Die zag ik daar spreken. Het is bizar hoe die hun dat narratief aan het opzetten zijn en die in het oosten ook met die moslims. Dat is allemaal angst, hè? Dat is allemaal angst. Men is bang dat de eenheidsstaat onder druk komt te staan. Ja. En die Oeigoeren die betalen betalen daar de prijs van. Hoewel het wel zo is dat die Oeigoeren. Dat ligt tegen Afghanistan een beetje aan. Ook in Afghanistan vochten al Oeigoeren mee tegen het Russische leger destijds. En er zijn ook Oeigoeren die bij IS en zo hebben meegevochten. Okay. En in Tsjetsjenië ook komen ook Oeigoeren voor. Dus die Oeigoeren spelen wel een rol. Maar natuurlijk de angst, daar gaat het eigenlijk even om. Die angst voor die Oeigoeren, die heeft te maken dat de nazistaat. Wij in het Westen hebben wel eens een beetje zo gedaan alsof die nazistaat voorbij was. We hebben nu Fukuyama, 89, Koude Oorlog voorbij. Iedereen vindt ongeveer hetzelfde. En het kapitalisme is de enige oplossing. En Europa, dat willen we toch allemaal. Nou, we merken dat het veel weer barstiger is dan dat we dachten. We merken dat de nationale identiteiten toch gaan opspelen. Dat regionale verschillen van belang zijn. Dus de mens is veel weerbarstiger dan dat we denken. Dus die nazistaat blijkt sterker te zijn dan dat we dachten in het Westen. Maar in China hoef je daar helemaal niet mee aan te komen. Die weten dat als geen ander. Die werken nog iedere dag aan die nazistaat. En dat is denk ik toch een heel groot verschil. En het punt is natuurlijk dat de Han-Chinees is daarin de dominante factor. En die zal alles wegdrukken. Net zoals de soenieten dat binnen de islam proberen. Hè? Dus, alleen dat is dan weer geen nazistaat, maar een idee. Ja. Dus er zijn wel verschillen per regio. Maar het algemene idee van het zou lekker zijn om alles onder één dak te hebben, dat mag je wel een profiel in de geschiedenis noemen. Met alle gevaren van dien. Ja. Ik denk dat we het hier gaan afsluiten. Ik vond het een heel prikkelend gesprek, moet ik zeggen. Het is een heel bizar onderwerp natuurlijk. Nog steeds heel actueel dus. Hey, super bedankt voor het mooie gesprek. Dankjewel. Voor alle luisteraars, zoek het boek even op en kijk het even na. Het is super interessant. Het is eigenlijk een afdaling in de geest van Nazi-Duitsland en alle neuroses die daar ten grondslag aan liggen. Tot de volgende aflevering en tot ziens.